voor jullie wapens, want elke ruiter heeft namelijk zijn eigen naam. En ze kunnen er allemaal iets speciaals van. Dan beginnen we met de paarse ruiter. Doe maar een stapje naar voren. Samen een stap naar voren. Ja, paarse ruiter, jouw kracht is metaal. Metaal. Hou je hem goed vast? Met twee handjes? Ja. Goed zo. Dan, rode ruiter, stap maar naar voren. Jouw kracht is vuur. Vuur. Hou me met twee handjes vast. Vuurzwaard, net als dat van Thomas. Dan, blauwe ruiter, stap maar naar voren. Jouw kracht is water. Hou me goed vast met twee handen. Ja, hij is heel zwaar, hè? Oh, die ziet er goed uit. En dan, bruine ruiter. Dat is heel zwaar. Stap maar naar voren. Jouw kracht is aarde. Pak je aarde donker maar goed vast. We moeten en als laatste hebben we nog de groene ruiter. Stap maar naar voren. Groene ruiter. Jouw kracht is hout. Hout, wat een mooie boog zeg. Oh. Eva. Ja. Volgens mij kunnen we op zoek gaan naar een draak. Ja, volgens mij zijn jullie daar nu helemaal klaar voor. Ja, ik ben er klaar voor. Zijn jullie daar klaar voor? Ja. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja. Oké, dan gaan we op zoek naar een draak. Kom maar mee. Kom maar. Daar gaan ze, de helden. Ja, papa's en mama's, nu gaat het gebeuren, hè? Nu gaat het echt gebeuren, want zometeen komen onze helden eraan. Zie je wel ergens een draak? Ja, ze gaan de draak verslaan. En ik ga de draak spelen. Als het tenminste mag van Thomas. Laat een stukje verder lopen. Wauw. Wat zien ze er mooi uit. Zien we al ergens een draak, meiden? Nee, nog nergens. En we draaien ons om en we maken een sterke lijn. Doen jullie mee? We draaien ons om. Maak maar een mooie lijn naast elkaar. Heel goed. Als een echte ruiter moet je heel stevig staan. Met beide benen op de grond en een beetje uit elkaar. Hebben jullie dat? Heel goed. En als een echte ruiter moet je ook een beetje trots omhoog kijken. Een beetje borst omhoog. Zullen we dat eens doen allemaal? Wauw, dat ziet er goed uit. Zijn we er klaar voor? Houden we onze wapens gereed? We komen eraan! Wauw, we komen eraan al, Eva. Wauw. Eva, wacht eens even, ruiters. Zien jullie ergens een draak al? Thomas. Ja? Mag ik de draak spelen? Ja, maar natuurlijk, Eva. Yes. Oké, we blijven hier staan. En we doen wat ons geleerd is. Stevig staan, de borst omhoog, de wapens vooruit. En als ik aftel en we steken onze wapens de lucht in, dan kunnen we misschien wel de draak verslaan. Doen jullie mee? Gedaan. We hebben gewoon een paar helden erbij, Eva. Ja, en ze kunnen ons gewoon helpen als er weer wat gebeurt. Nou, geweldig. Fijne dag allemaal in de Efteling. Fijne dag in de Efteling. Tot ziens.